Wie zijn wij om tegen de Oekraïners, dus die per slot van rekening sneuvelen en vechten, om tegen de Oekraïners te zeggen, wij hebben liever dat je het zus of zo doet. Maar dat je erover moet nadenken, dat lijkt mij voor de hand liggend. En ja, wat hij ook zegt is, je moet wel zorgen dat je een redelijke relatie met Rusland opbouwt. Hoe onaangenaam dat op dit moment misschien ook mogen klinken. Omdat je anders blijvende strategische onzekerheid in Oost-Europa hebt. Het verlossen, kunt u mij horen? Abonneer je nu op de podcast, want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Speelt veel in Rusland en Oekraïne. We hebben natuurlijk die inval van die Oekraïne-gezinde Russische opstandelingen in Rusland. Het is eigenlijk een soort van koekje van eigen deeg wat Rusland krijgt. Tuurlijk zegt het land weer, nee, ze zijn verjaagd, die rebellen. Maar de leider van die groep die ontkent dat weer. Hoe kijk je naar deze en andere ontwikkelingen? Wat me het meestal opvalt is eigenlijk wat ik in Economist lees of bij Foreign Affairs lees. Waarbij je net iets meer afstand hebt. Nou ja, wat me natuurlijk is opgevallen is Bakhmut. Eerst hoorden we een paar dagen geleden dat de Oekraïners forse vorderingen maakten. En nogal wat terrein heroverd hadden op de Russen. Waar de Russen al die moeite voor hebben gedaan. En nu wordt door die meneer Prigozhin wordt mee. Dat is die man van die... Van dat privélegertje wordt medegedeeld dat Bakhmut gevallen zou zijn. Dat wordt ontkend door de Oekraïners. De vraag werd gesteld aan Zelensky, die zit in Japan bij de G7. En nou, ik vond zeggen dat Zelensky's antwoord niet erg overtuigend was. Maar wat de werkelijke situatie ter plekke is, is duister. Want eigenlijk is alles duister. Is er nog een Russisch offensief of is dat gestopt? Komt er eigenlijk een Oekraïns offensief? Dat wordt alsmaar aangekondigd, maar voor zover we dat van de buitenkant kunnen bekijken, is dat niet begonnen. Kortom, het is nogal een mistige situatie daar. Volgens mij hebben de Oekraïners nu wel toegegeven dat de stad gevallen is. Volgens mij heeft Zelensky iets gezegd van... Ja, dat zou dus volledig in strijd zijn met het nieuws van wat we enkele dagen geleden hoorden, dat de Oekraïners grote delen hadden heroverd op de Russen. Ja. En analisten hebben gezegd van die situatie die daar heeft plaatsgevonden is te vergelijken met een herhaling van de Eerste Wereldoorlog. En de hel op aarde werd het genoemd. Nu zijn er dus ook eerste beelden die schijnbaar voor zich spreken, want er is niets meer over van het stadje. Dat is wat Zelensky ook zei. Ja, we hebben het alleen nog maar in onze hoofden, want de stad zelf is eigenlijk verdwenen en vernietigd door de Russen. Ja, het is een stad. Maar laten we zeggen, het grotere strategische beeld... Dat is niet duidelijk. Nee, daar ben ik met je eens. Grootte van Almelo, de stad. Mijn stadje, hè? Hoewel natuurlijk de F-16's, dat is dan weer wel duidelijk. Dat de F-16's na een trainingsperiode, dat gaat allemaal nog een hele tijd duren natuurlijk, wel zullen geleverd kunnen worden. Ja, en dan hebben ze toch een heleboel, zou je zeggen, de Oekraïners. Ja, wat dat betreft... Het stond in The Economist een groot interview, een weergave van een groot interview met Henry Kissinger. Het is wel lollig natuurlijk omdat Kissinger deze maand 100 wordt. Die daar tal van typisch Kissingeriaanse uitspraken doet natuurlijk. Die op zichzelf denk ik wel het overwegen waard zijn. Zo zegt hij bijvoorbeeld, ja, als je nou even kijkt, dan is op dit moment de Oekraïne, dat is de beste... militair geoutilleerde land ter wereld zo'n beetje geworden. Van alle kanten waar stromen de hypermoderne wapens toe. Maar het zou verstandig zijn, zegt hij, om de Oekraïne, anders dan de Europeanen nu zeggen te wensen, zo snel mogelijk lid van de NATO te maken. En eigenlijk niet, zegt hij, om aan de Russen duidelijk te maken, luister eens even... Dat is een casus belli als jullie verder gaan daarmee met die aanval op. Laat staan op de wat langere termijn. Dat is één kant van de zaak. En aan de andere kant zegt hij die Oekraïne, dat een NATO-lidmaatschap kan ook remmend zijn op de strategische ambities van de Oekraïne. Als je afvraagt of al die strategische ambities wel zo verschrikkelijk verstandig zijn. Leg dat eens uit. Hoezo zou dat een remmende werking kunnen hebben? Nou, je kunt je afvragen of de ambities waar de Oekraïne het altijd over heeft, namelijk dat de hele Oekraïne niet waar gezuiverd moet worden van Russische aanwezigheid. Dat we zeggen ook de Krim en de Donbass. Nou, kijk op het bekende kaartje waar je dat allemaal fijn kunt zien.
Dat is de vraag hoe realistisch dat is op langere termijn. Hoe lang je met dat conflict sowieso door zou willen gaan. Ja. En als je ze nu lid maakt, dan hebben ze geen reden meer motivatie. Nou, dan zou je daarover kunnen praten. En dan kun je in gesprek gaan. Omdat als je ze lid zou willen maken, dat is de Oekraïne ook een hoop waard. Precies. Dus die zouden eventueel dan, nou ja, dan zou je strategisch in gesprek kunnen gaan. Nogmaals, ik reflecteer wat Kissinger daar zegt. De vraag is wel, hoe meet je dat natuurlijk, hè? Nou, dat als het vertrek van Russische troepen zal duidelijk genoeg zijn. Ja, maar in de samenleving dat in de Donbass verder ook gewoon Russisch zal worden gesproken, lijkt me vrij voor de hand liggend, want het is wat ze daar doen. Maar je kan je best voorstellen dat een gespreksonderwerp is als je zegt, we willen jullie in principe best lid van de NATO maken. Maar dan moeten jullie wel dit en dit eerst doorvoeren. Bijvoorbeeld, dan moeten we eens gaan praten wat de condities zouden zijn waaronder dat kan gebeuren. Mm. Kijk, Kissinger staat natuurlijk bekend als een realist. En ik vind het zelf ook een moeilijk punt om tegen die Oekraïners te zeggen, ja, luister nou eens even jongens, maar een beetje realistisch zijn, dat wordt niks met die Donbass en die Krim. Dat kan bij wijze van spreken nog 5 of 10 jaar duren. En dat net zo'n voortzudderende oorlog. Moeten we dat nou wel willen? Maar ja, wie zijn wij om tegen de Oekraïners, die per slot van rekening sneuvelen en vechten, om tegen de Oekraïners te zeggen, wij hebben liever dat je het zus of zo doet. Maar dat je erover moet nadenken, dat lijkt mij voor de hand liggend. En ja, wat hij ook zegt is, je moet wel zorgen dat je een redelijke relatie met Rusland opbouwt. Hoe onaangenaam dat op dit moment misschien ook mogen klinken. Omdat je anders blijvende strategische onzekerheid in Oost-Europa hebt. En daar zit natuurlijk ook al wat in. Je kunt ook redeneren, niet waar althans voor de voorzienbare toekomst, dat natuurlijk het Russische leger zich zo zwak en gedesorganiseerd heeft getoond, dat je zou kunnen redeneren. Als Duitsland doorgaat met zijn Zeitenwende op defensieterrein. Als we rekening houden met het feit dat Frankrijk nog steeds een vrij serieus te nemen militaire mogendheid is. Bovendien een kernmogendheid. Dat we in principe, als we de zaken goed organiseren en duidelijke afspraken maken, dat we in Europa ook militair, althans op de middellange termijn, wel op eigen benen kunnen staan. Maar ja, daar moet er wel aan gewerkt worden natuurlijk. Ja, en hoe realistisch om die eisen nu op tafel te leggen, nu dat land in de oorlog... Het is realistisch om er gewoon over te praten nu. Hmm. Kissinger heeft geen enkele rol, officiële rol, en redeneert gewoon vanuit een puur pragmatisch, realistisch perspectief. Denk eraan wat je zou willen op de lange termijn. En aan de andere kant, zij willen ook iets van ons, namelijk ze willen bij de NATO, dus dan mag je ook wel eisen stellen. Zeker, zeker. Ze willen dat wij ze bevoorraden met alle denkbare moderne wapens. En ook daar kun je zeggen, ik neem ook aan dat zonder dat dat allemaal in de krant komt, dat er wel degelijk gepraat wordt over die kwesties. Mag je aannemen. Het probleem is natuurlijk de zogenaamde olifant in de kamer, zoals dat zo treffend heet, the elephant in the room, is natuurlijk zijn de Verenigde Staten zelf. Omdat we daar absoluut geen staat op kunnen maken. Daar heeft hij het ook wel over. Het probleem is natuurlijk dat Amerika geteisterd wordt door een totaal irrationele populistische beweging. Waarvan helemaal niet duidelijk is wat voor machtsfactoren ze zullen zijn over de middellange termijn. Want we hadden eigenlijk Trump min of meer afgeschreven na de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar. Waar natuurlijk al die Trump-aanhangers niet waar. In feite weggestemd zijn. Of althans, het overgrote deel is weggestemd. Maar uit de peilingen blijkt dat Trump een enorme voorsprong heeft op alle andere republikeinse kandidaten. Overigens denk ik zelf dat het zou mij totaal verbazen als Trump de verkiezingen van 2024 zou winnen. Maar die hoeft helemaal niet te winnen om president te worden. Hij kan ze ook vrij ruim verliezen. Het hangt er een beetje vanaf hoe de kiesmannen. Van de kiesmannen uit vanwege het, dat hele wonderbaarlijke kiesysteem. Dat Electoral College wat ze erop nahouden. Ook vorige keer toen Biden dik gewonnen heeft. 8 miljoen stemmen of iets in die geest. Niet waar, hadden er in maar enkele tienduizenden stemmen verschoven moeten zijn in Pennsylvania. Naar weer die bekende Midwestern staten. En dan was Trump het weer geworden. Ja, dus het risico is wel groot. Ja, vooral omdat die laten we zeggen dat
dat wancontact tussen het electoraal college en de werkelijke verkiezingsuitslag, dat dreigt alleen maar groter te worden door de demografische ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Dus ja, en nogmaals, Amerika voert lang niet in alle opzichten een beleid waar we gelukkig mee zijn. Denk ook aan het economisch nationalisme van de Amerikanen, de enorme subsidies die ze gaan betalen om bepaalde industrieën tot ontwikkeling te brengen of te beperken tot de Verenigde Staten. Daar heeft ook Europa ontzettend veel last van. Daar hebben wij ook heel boos op gereageerd. En waarschijnlijk, ja, als de Amerikanen daarmee doorgaan, dan ben je zelf ook gedwongen om enorme subsidies te gaan stapelen in bepaalde industriële sectoren. Maar hoe kun je met deze onzekere toekomst van Amerika rekening houden in die discussie met Oekraïne? Dat is een heel lastige zaak, omdat natuurlijk NATO-lidmaatschap, dat is natuurlijk weer, dat speelt een belangrijke rol in, het hele denken over de Verenigde Staten, aangezien de Verenigde Staten nu eenmaal de belangrijkste NATO-mogendheid zijn in allerlei opzichten, het motorblok van de NATO. Dus dat, ook daar moet zij. Hoe denken we daarover op termijn? En dat is onder Trump niet veranderd. De rechtervleugel van de Republikeinse Partij heeft gisteren, weergisteren, of in ieder geval de afgelopen dagen, alweer fijn rondgetetterd dat al die hulp aan de Oekraïne, daar zijn ze helemaal niet voor. Dat moet maar eens uitgelegd worden waarom dat zo nodig is. En dat zouden zij in ieder geval niet doen, dan gaan ze maar door. Trump ziet er niks in. Trump heeft alles gezegd, vindt prima als de Russen winnen. Dus ja, de elephant in the room, dat zijn de Verenigde Staten zelf. Een toenemende mate een onbetrouwbare factor. Zowel op economisch gebied als op strategisch gebied. Maar tegelijkertijd dient waar het motorblok van de NATO. Ja. Dus je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, die Macron, dat is een weinig realistische figuur met zijn strategische onafhankelijkheid van Europa, maar ja, op de lange termijn, en als de situatie in Amerika zo blijft, en ik zie dat helemaal niet veranderen op afzienbare termijn, in Amerika zal het naar mijn idee nog een stuk erger worden voordat het minder wordt. Ja. Ja. Maar je kunt ook zeggen, de schade die Trump heeft aangericht aan de NATO valt wel mee, want hij is er bijvoorbeeld niet uitgestapt. Had hij ook kunnen doen. Nee, hoe komt dat? Omdat we na Trump Biden hebben gehad, een democratische president, die bereid was op dit terrein weer een traditioneel beleid te voeren. Tegelijkertijd voert Biden ook een. Kijk, dat is altijd het probleem met de Verenigde Staten. Dat wordt altijd opgevoerd natuurlijk als de leider van een rules-based world en zo. En een liberal world, gaan ze maar door. Je ziet altijd dat Amerika zichzelf totaal niet aan de rules houdt waar de hele rest zich wel aan moet houden. Ja. Daar hebben natuurlijk ook allerlei tegenstanders van de Amerikanen ook al gezegd. Ja, wacht nou even. Wij moeten ons voortdurend aan allerlei regels houden. Zij hoeven zich helemaal nergens aan te houden. Bovendien hebben ze natuurlijk in de afgelopen 20 jaar een volkomen gestoord beleid gevoerd in allerlei opzichten. Dat ze na 9-11 natuurlijk met die flauwekul daar in Irak zijn begonnen. Wat ze natuurlijk enorm veel kwaad heeft gedaan. Zowel aan zichzelf als aan we zeggen de samenwerking in de wereld van de fatsoenlijke landen. En ook nog eens Afghanistan. Waar ze natuurlijk ook toen ze vertrokken had dat ook wel heel wat fatsoenlijker uitgevoerd kunnen worden. Dan zijn ze dus te machtig om ze echt pijn te kunnen doen. Ja, het probleem van de Amerikanen is dat ze nog steeds zeer machtig zijn. Evident het machtigste land ter wereld. We hebben volgens mij al besproken dat idee wat ook op tal van terreinen nu toch snel een meerderheid lijkt te vinden. Namelijk dat die Chinese dreiging wel meevalt op de middellange en de lange termijn. Dat de kans dat de Chinezen echt Amerika mega gaan overvleugelen op economisch en technologisch gebied, dat niet bijster waarschijnlijk is. China allemaal met eigen interne problemen worstelt. Maar dus Amerika is in feite nog steeds de sterkste en zal dat voorlopig ook wel blijven. Maar tegelijkertijd wordt Amerika heeft een zo volkomen dysfunctioneel binnenlands politiek systeem. Ja, dat je er absoluut geen staat op kunt maken. En dat betekent dat je moet nadenken over wat te doen zonder Amerika. Of wat te doen met een Trumpiaans Amerika. Of een andere volstrekt halvergare republikeinse politicus. Want die partij die bestaat langzamerhand voornamelijk uit halvergare. En dat kan nog wel even duren. Hoe heb je gekeken naar die discussie tussen DeSantis en Disney? Nou ja, Disney heeft naar mijn idee lekker teruggeslagen, toch?
Door te zeggen, al die kantoren bouwen en die duizenden arbeidsplaatsen, dat gaat allemaal niet door. Dat was een investering van $1 miljard, begreep ik. Dus ja, Disney kon ook wel wat doen. Ah, sowieso. Die Sant is ook knettergek. Echt knettergek gewoon. Don't say gay. Ik bedoel, het is allemaal van een... Zei hij dat? Ja. Ja, nee, dat is een wetgeving. Don't say gay. Wetgeving. Sowieso die wetgeving, ook wat hij op abortusterrein heeft gedaan. Daar gaan ze overigens bij de nationale verkiezingen in 2024... gaat die abortuskwestie, dat gaat wel aanzienlijke schade toebrengen, denk ik, aan de Republikeinse Partij. Dat dan weer wel. Hoe het af gaat lopen, ik heb geen flauw idee. Ja. Amerika heeft op zoveel punten de verkeerde afslag genomen in de afgelopen kwart eeuw, dat het echt bedroevend is. Het is een land met ongekende mogelijkheden, nog steeds. Ja, het is toch ook daar... Is het dat, laten we zeggen, om het maar even ruw te zeggen, de kuststroken die modern zijn en urbaan enzovoort, gegijzeld worden door die gigantische klont, niet waar, van blanke, betrekkelijk laaggeschoolde kiezers in de Great American Heartland. Die overigens in alle opzichten gelijk hebben als ze ontevreden zijn over datgene wat hun overkomen is. In de afgelopen kwart eeuw, afgelopen 30 jaar misschien wel. Zeker. Net zo goed als ook de ontevredenheid in West-Europa, die het populisme voelt, best begrijpelijk is en ook langs praktische weg bestreden zou moeten worden. Zeker. Maar daar ondertussen zitten we wel met een groot probleem. We kwamen op dit punt. Kijk even naar het electorale kaartje van Turkije, de uitslag van de, oh ja, van de eerste ronde. Nou, dat is ontzettend interessant. Wat valt je op? Nou, vooral omdat ik het nu net over die Amerikaanse kuststroken had. Dus alle kuststroken van Turkije stemmen tegen Erdogan. Alle grote stedelijke gebieden stemmen tegen Erdogan. Ja, en daar zit dan die gigantische Anatolische klont tussen van mensen die op Erdogan stemmen. Ja. Traditioneel, ouderwets, bang voor verandering, bang voor modernisering. Heel religieus meestal nog. Ik las dat de Turken in Nederland mooi weer mogen stemmen. Dat hij toch hier ook nog wel heel populair is. Erdogan. Een meerderheid van de Nederlandse Turken, ja, stemt op Erdogan. Maar hoe verklaar je dat dan? Nou, waarschijnlijk zijn dat de meerderheid van de Nederlandse Turken afkomstig van het Turkse platteland. Ah, okay. Kijk, als jij in Istanbul een hele aardige baan hebt in de reclame-industrie, dan ga je natuurlijk niet emigreren naar Nederland. Dat voel je toch wel. He, in Idemiet, in Ankara of zelfs in dat aardbevingsgebied, dat was helemaal niet voor Erdogan gestemd. Maar het is een leuk electoraal kaartje, denk je. Ah, ook daar altijd hetzelfde liedje, niet waar. De spanning tussen een traditioneel, vaak deels agrarisch electoraat ten opzichte van ja, de snelle modernisering en verandering die in een stedelijke samenleving nu eenmaal tot de goede toon hoort. Toch ziet het er goed uit, hè, voor hem in de tweede ronde. Ja, dat denk ik ook. Zou ja, heel raar moeten lopen als Erdogan verliest in de tweede ronde. Dus die gaat winnen. Nou ja, dat is alleen maar een nadeel voor Turkije. Ja. Kwamen op dit onderwerp via Zelensky en Oekraïne. Een van de vragen die ook door luisteraars gesteld wordt, komt meerdere keren zelfs binnen. Ja, is Oekraïne überhaupt wel in staat om echt te vechten, de aanval te kiezen? Want ze hebben het tot nu toe heel vaak verdedigd. Nou, dat is allemaal wel waar, maar ik bedoel, ze hebben vorig jaar, hebben ze in het najaar een enorm effectief offensief gevoerd, waarbij ze natuurlijk Kharkov uit de omsingeling bevrijd hebben en in het zuiden natuurlijk ook aanzienlijke nuttige vorderingen hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, dat is nog niet helemaal juist. En tot nu toe heeft, nogmaals met dat Sovo-massief, dat is allemaal maar enorm mistig ondertussen geworden. Maar het feit is natuurlijk wel dat de Oekraïne heeft laten zien dat ze enorm effectief kunnen vechten. En dat blijkt eigenlijk allemaal het gevolg van het feit dat ze in de tussentijd sinds 2014 dat ze geoefend hebben en geleerd hebben in West-Europa, vaak in NATO-verband. En ze moeten nu die nieuwe apparatuur natuurlijk eigen maken. Ja, voordat je met zo'n F-16 dan iets nuttigs kunt doen, duurt dat wel, heb ik begrepen. En de tanks ook. En die geweren. Dat is opmerkelijk genoeg een toestel wat 40 jaar oud is of zo. Ja.
In de Telegram-groep wordt nog de vraag gesteld. Je hebt het de vorige keer gehad over een boek over schimmels. Toen noemde je Underground. Is dat de hele titel? Ja, nee, ik bedoelde een ander boek. Nu verras je me met deze vraag. Ik heb ook even opgezocht hoe dat boek heet. Dat is volgens mij, dat is een ander boek. Dat gaat puur over schimmels. Dat Underground is heel breed. Dit gaat boek over puur over, is volgens mij van een auteur die Sheldrake heet. Ik denk natuurlijk is die familie van die halve haren Sheldrake van 20, 25 jaar geleden, maar Sheldrake, maar nu ben ik de titel weer kwijt. Zoals zoveel heb ik dus keurig ingeladen via mijn Kindle app, maar ik heb het nog niet gelezen. Hallo Maarten, in een aflevering geef jij aan dat de grootste fout uit de geschiedenis de wetenschappelijke revolutie is. Je redeneert dit door het te betrekken op de klimaatproblematiek. Maar als we de klimaatproblematiek daarin nou niet zouden meenemen, wat zou dan volgens jou de grootste fout van de geschiedenis zijn? Zo kunnen we nog wel even doorgaan tikken, ja. Als je al de klimaatcrisis, die hebben wij inderdaad, althans dat is wel duidelijk, hebben wij grotendeels veroorzaakt. Maar het kan ook zijn dat we door onze organisatievermogen, door onze technologische creativiteit in staat zullen zijn om te vermijden dat dat ook het einde van de mensheid betekent, die klimaatcrisis. En ik zelf ben ervan overtuigd dat dat laatste het geval zal zijn. Maar ja, het zou nog handiger zijn geweest als we helemaal geen klimaatcrisis hadden gehad. En als er gewoon niet zoveel mensen op de planeet waren geweest, want dat er zoveel mensen zijn, hangt weer samen met de ontwikkeling in de medische wetenschap natuurlijk. Mm. Vaccinatie, het grotendeels verdwijnen van infectieziekten, die zijn er nog wel, maar lang niet heel anders dan vroeger in ieder geval. Dus ja, wat zou dan de grootste fout uit de geschiedenis zijn? Ik heb geen flauw idee, moet ik je zeggen. Het hele vraagstuk, wat is een grootste fout van de geschiedenis, is een beetje een flauwekul vraag natuurlijk, want de geschiedenis bestaat ook niet. Een beetje telegraafvraag ook, ja. Ja, een beetje onzin toch. Ja. De zaak is complexer. Kijk, wij zijn in allerlei opzichten, dat valt niet te ontkennen. Wij een deel van de natuur, dat we zeggen, we zijn een zeer sociaal levend zoogdier. We zijn ook enorm sociaal ingesteld. Maar we zijn wel een onderdeel van de natuur. Tegelijkertijd zijn we wel een heel apart zoogdier. Er zijn bijvoorbeeld geen termietenkolonies waar ze auto's hebben uitgevonden. Of waar ze hele kleine, fijne, flatscreen televisietjes hebben om naar te kijken. Of waar ze, gaan ze maar doen. Maar organisatietechnisch nemen grote mierenhoop. Neem zo'n termietenpaleis. Dat is organisatietechnisch, is dat knap werk. Alleen heel anders dan wat wij hebben gedaan. En ik denk dat is toch zo'n bekend verhaal. Daarvoor aliens bezoeken de planeet. En ze zijn een beetje statistisch aangelegd. Dan zullen we al heel snel concluderen natuurlijk dat eencellige wezens, eukaryotisch of niet eukaryotisch, dat eigenlijk de hoofdbewoners van de planeet zijn. Hè? Want ook als je de hele dag onder de douche staat met je douchegel, dan zit je nog vol met allerlei spulletjes op je huid. A. En B hebben we geloof ik intern al meer eencelligen dan wij eigen cellen hebben. Dus ja, die aliens die weten het wel. Die zien ons een beetje als, de bomen in het bos. Terwijl als je een spaar in de grond steekt, dan zul je zien dat die grond vol zit met levende wezens. Ja. Andere vraag dan, die meerdere keren is binnengekomen. Assad is weer terug op het wereldtoneel. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Dat is treurig, maar onvermijdelijk. Had het alle weer een snotje moeten hebben. We zijn er nu ontzettend verontwaardigd over. Is Assad een boef en een moordenaar? Ja, dat is hij. Of althans, zijn regime is dat. Maar hij is blijven zitten. Hij is geholpen door de Russen om hem niet te verliezen. En ja, dat zal natuurlijk een beetje wat Kissinger zegt. Ja. Je kunt natuurlijk zeggen dat zijn boeven die Russen, maar je zult toch een keer met ze in gesprek moeten raken. Vervelend, maar ja, zo is het. Ik zou niet weten wat Nederland zou moeten doen aan Assad. En ik zou ook niet weten wat de Europese gemeenschap. Er lopen nog steeds natuurlijk vrij omvangrijke sancties tegen Assad. Maar hij was van harte welkom op die conferentie waarover ook Zelensky verscheen van die Arabische Staten.
Dat zijn vrijwel allemaal boevenstaten, dus ja. Thijs Haan, die zegt Maarten, wat betreft het geen kinderen willen. Voor mij persoonlijk is dat niet per se om klimaatredenen, maar ik kan het wel goed begrijpen. We moeten namelijk niet vergeten dat een belangrijk onderdeel van het klimaatprobleem de enorme hoeveelheid vee is die nodig is om de bevolking te voeden. En dat kost veel energie en water. Dus tenzij we wereldwijd meer plantaardig gaan eten, is een grote wereldbevolking wel degelijk een aanslag op dit klimaat. Ja, als je allemaal natuurlijk een stukje vlees wil. Even de problemen van China natuurlijk. Kijk, vroeger leefden al die Chinezen van een kommetje rijst en... Ja, en tegenwoordig willen ze natuurlijk ook allemaal een fijn varkenslapje. Of weet ik wat ze van het varken. Het varkensvlees is enorm populair in China, toch? Ook een omvangrijke varkenspopulatie, bij mijn weten. Ja, daar heeft die man natuurlijk wel gelijk in. Dus dan moeten we misschien iets minder vlees eten. Want ik heb al eens vaker gezegd, geef niks om vlees. Dus, of althans, als ik één keer de week een stukje vlees eet, vind ik het al lang prima. Ik vind een omeletje lekkerder. Als er nou iedereen ook zulke verstandige gewoontes ontwikkelt als ik, dan zou we al heel eind op weg zijn. We hebben hier René Duivenvoorde. Mijn vraag is, wat als Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie niet had aangevallen? Hoe groot schat je dan de kans in dat Stalin op zijn moment, op een zeker moment, de Duitsers zou hebben aangevallen? Want Stalin hield ook van een groot rijk. Stalin had een groot rijk. Ik denk dat Stalin Duitsland zeker niet zou hebben aangevallen. Zeker niet. En een groot verschil, Hitler en Stalin waren allebei onbeschrijfelijke boeven. Waarbij je altijd afvraagt, niet waar, achteraf, hoe is het toch gods mogelijk dat altijd weer overal van dat godvergeten tuig aan de leiding komt. Of wat nu Hitler is, of Assad, of Stalin, of Poetin, of nou ja, gaan ze maar door. Altijd, want je hoopt ook altijd dat het Je hebt natuurlijk allerlei kritiek op, zeg nou, Rutte of Biden of hoe al deze koekenbakkers mogen heten. Maar ze maken fouten en ze moeten op tijd opdonderen zonder meer. Maar het zijn fatsoenlijke mensen. Ze zijn er niet op uit om de meest gruwelijke dingen te doen. En ja, dat is een zorgelijke zaak. Maar wat was ook weer de vraag? Nou, of Stalin dan de kans groot was geweest dat hij Duitsland had. Stalin zou nooit Duitsland hebben aangevallen. Nee. Oh nee, dat wou ik zeggen. Allebei waren het schurken. Okay. Maar Stalin was een voorzichtige schurk. En Hitler was een gokker. Hitler was bovenal een gokker. Hè? We gaan het proberen. Ik weet het zeker. Het gaat lukken. Nee, het ging niet lukken. Dan hebben we hier Olivier. Die zegt wel iets interessants. Die zegt, ik heb nu tot 2 maal... een brief in de bus ontvangen of ik een abonnement op de NRC wilde. Dat is de kwaliteitskrant van Maarten. Zouden jullie eens een oproep willen doen aan luisteraars hoeveel van hen ook zo'n brief hebben ontvangen? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Hij vermoedt namelijk dat mensen die naar de podcast luisteren ook zo'n brief krijgen van NRC. Omdat ze natuurlijk horen, het is de kwaliteitskrant. Maar hoe weten ze de adressen van die mensen die naar de podcast luisteren? Dat weten ze toch helemaal niet? Dat vraag ik me ook wel. Als ik nou even af zou moeten gaan op brieven in de bus... Die voor kranten, dan is de Volkskrant in mijn geval de grote winnaar. Ik ben eindeloos bestookt met... Of zijn ze ermee opgehouden om een of andere reden? Ik ben eindeloos bestookt met brieven van de Volkskrant. Of ik niet abonnee wilde worden. Ja. Gerrit Smink uit Meppel zegt... kort vraagje, wat bedoelen jullie met het however Engels? Is dat verkeerd gebruik van however? En zo ja, graag een voorbeeld. Nou, however is een voegwoord in principe. Net zo goed als maar of echter. In het Nederlands, maar, comma, dat wordt steeds gebruikt ook aan het begin van zinnen. En als je dus stilistisch een prutser bent in het Engels, dan is het een soort armoede gebaar dat je al die zinnen met however begint. Ja. Maar, echter, eigenlijk is het niet de bedoeling dat je zinnen begint met een voegwoord. Nee. Bij en weten we dat eigenlijk wel, hè, dat je niet met en een nieuwe zin mag beginnen. Maar dat het een voegwoord is. Maar bij echter bijvoorbeeld zijn heel veel mensen de sporen lang bijster. En die beginnen gewoon hun zinnen met echter. Maar precies. Dat is niet mooi. Nee. Ik vind maar zou ook vermeden moeten worden, maar is wat lastiger. Dat is het probleem van de however zin. Hetzelfde probleem als dat wij ook hebben met het beginnen van zinnen met voegwoorden. Maar omdat je het Engels de meeste mensen in het Engels zo'n ontzettende kruk zijn, doen ze dat daar min of meer permanent. Komt er eigenlijk op neer, daarmee bedoel je het staat symbool voor het slecht Engels spreken, toch? Ja, dat is het. Ja, oké.
En voornamelijk ook schrijven. Hè? Want je hebt heel veel mensen die redelijk Engels spreken, maar kan je verzekeren dat Engels schrijven. Maar ik had nog eens een stukje voor een Engels tijdschrift geschreven. Nou, ik had er enorm mijn best op gedaan. Ik had het zelf in het Engels vertaald en zo. En dacht dat het er vrij redelijk uitzag. Dus ik had het opgestuurd en ik kreeg het terug. Het was aanzienlijk korter geworden. Maar er stond precies hetzelfde in als in mijn oorspronkelijke stukje. Het was een uitstekende redacteur en het werd mij ook duidelijk dat mijn Engels heel matig is. Althans, mijn geschreven Engels. Daar heb ik dan nog wel een tip voor die ChatGPT, die schijnt dat wel heel goed te doen. Dus veel beter dan Google Translate. Dus mensen die daar moeite mee hebben, kunnen dat misschien... Google heeft zelf net een heel nieuw programma gelanceerd, toch? Precies, maar is nog niet in Nederland beschikbaar. Ik ben even de naam kwijt. Oké. Okay. Dat klopt, ja. Google is natuurlijk wild geschrokken, dat begrijp je wel. Ja. Ja, de toekomst in feite is chat ook een zoeksysteem met een zinnengenerator, zo zou je het kunnen zeggen. Precies. Ja, er moet echt wat gebeuren daar, anders dan is Google... Ja, nee, daar, Google heeft alle zeilen bijgezet. En ik begreep dat Meta zijn software op dit punt vrij ter beschikking heeft gesteld. Ja. Zodat dat ontwikkelaars ruim hun gang kunnen gaan. Open source. Zonder belemmeringen, ja. En de volgende keer hebben we nog een boek... How the War Was Won, volgens mij, moeten we nog doen. Ja, dat moeten we nog wel even, dat moet echt een keer gebeuren. Ook omdat het eigenlijk het slotakkoord is van wat we over de Tweede Wereldoorlog hebben gezegd. Want de Tweede Wereldoorlog is uiteindelijk in laatste instantie, niet waar, tot het puntje waarmee het artikel klaar is, is het toch een productieslag geweest. En als Duitsland nou iets glorieus verloren heeft, is het wel de productieslag. En de grote strateeg Hitler, niet waar, heeft ervoor gezorgd dat tenslotte alle grote mogendheden in de wereld tegen Duitsland te velde trokken. Ja. Eerst natuurlijk Engeland, fijn Engeland, goed, Engeland had nooit kunnen winnen in zijn eentje, maar toch heeft de zaak wel in beweging gehouden. En toen natuurlijk de Sovjet-Unie vanaf juni 1941 en de Verenigde Staten. Toen was het natuurlijk al lang bekeken dat ze gingen verliezen. Je bent natuurlijk een ongelofelijke sukkel. Als je erin slaagt om de ganse wereld tegen je in het harnas te jagen. In die zin kun je ook Poetin, al doen wij dan het vechten niet zelf, maar het is natuurlijk toch wel de wereld in zekere zin tegen Rusland. Nou, dat moeten we dus doen. Dat had hij aan moeten zien komen. Ja, dat kunnen we dus nog bespreken. We hebben ook weer een klassiek geval van onderschatting van de tegenstander. Ja, heel duidelijk. Het is wel heel erg treurig als hij nou ergens goed over geïnformeerd had moeten zijn. Dan toch ook wel over de mogelijkheden van de Oekraïne. Juist. We hebben nog een schilderij, kunnen we nog doen? Ja, dat doe ik ook graag. Want het had eigenlijk geen storing. Jij zei dat het werd ook wel redelijk beluisterd. Ja, 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 iets minder wel. Als jij over de schilderij begint, dan zie je wel een deel afhaakt. Ja. Die denken van, laat het maar lullen over de kunst. Daar hebben we luisterd de vorige keer. Ja, daar waren een aantal brieven over mensen. Ik kan helemaal niet naar schilderijen kijken. Dat is ook wel een beetje... Omdat het een podcast is, ja. Dat zeiden ze, ja. Het is een audio ding. Dus, ik heb tegenwoordig zo. Je luistert op je telefoon. Je typt Breugel in. En je hebt hem, ja. Zei het waren een beetje een heel klein venstertje. Maar veel van die moderne telefoons zijn zo gigantisch groot. Dat je eerst denkt dat het een kleine iPad is. Ja. Ja. Of luisteren op een iPad. Dat zullen ook wel veel mensen doen, toch? Precies. Ik heb geen idee hoe ze luisteren eigenlijk. Oh jee, daar beginnen ze. Zie je ook weer dat idee... Ik hoor het niet, is de muziek? Ja. Oké. Okay. Het idee dat heel Utrecht Oost ook graag mee wil genieten. Nee, liever niet. Ik vraag me af of ik wegkom nu. Of dat ik de auto hier moet laten staan met alle spullen erin. Volgens mij kom je wel weg, ja. Ja. Al die auto's die er net door de straat rijden. Ja, dit is nu een soort van verkeersader geworden, denk ik. Ja. Oké, okay. Nou, ik ga het proberen. Maar goed, als je niet weg kunt komen, dan bel je bij ons aan en dan... Ik krijg een heerlijk kopje thee. Ja, je hebt genoeg kamers vrij. Ik heb genoeg. Ja, dat moet je niet te veel zeggen natuurlijk. Want dat wijst op mijn asociale gedrag op dit punt. Overigens is dat helemaal opgehouden. Dat je in september allemaal van die tragische jongelui aan de deur kreeg. Van, heeft u nog een kamer te huren? En dan zei ik altijd, nee, ik heb geen kamers te huren. Terwijl dat ik, ja, ik tel even 1, 2, 3... Ja, er staan ruim drie kamers staan gewoon leeg. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar ja, ik heb liever geen... Als je iemand in huis neemt, dan is je privacy naar de kloten. Hè? Dan kan ik niet in mijn onderbroek naar de wc stommelen.
Voordat je het weet, kom je een andere stommelaar tegen. Dus nee, asociaal. Maar ja, soms is een mens karakterologisch gedwongen om zich asociaal te gedragen. Maar gebeurde dat? Er kwamen studenten langs. Zeiden, heeft u nog een kamer? Vaak. Oh ja? Ja, vaak. Nooit gehoord. Ja, maar zeg maar altijd, nu ik eraan denk, besef ik dat ik het al in 2 of 3 jaar niet gehuurd is. Net als de Jehovah getuigen. Ja, ik wil ze niet, hoef dat niet op te vatten als een oproep om eens fijn bij mij te komen bellen. Maar ik heb echt al in jaren die lui van die wachttoren niet meer gezien. Ik vraag het wel eens aan mensen in het theater. En dan blijkt dat de meeste mensen die krijgen nog regelmatig Jehovah getuigen aan de deur, maar ik niet meer. Zouden ze toch een lijst hebben van de ergste satansknechten waar ze niet meer bellen? Nou ja, naam staat ook op de deur. Twee van die Mormoonse jongens. Heb je die nooit aan de deur gehad? Ja, verschillende mensen of reclame dingen of collectanten. Je krijgt heel veel aan je deur. Ja, ja. Ja, dus ook met die collectanten. Ik ben graag bereid om contanten in zo'n rammelbus te doen. Maar ik ga absoluut mijn bankgironummer niet aan min of meer willekeurige mensen aan de deur aanbieden. Dat doe ik niet. Maar jouw naam staat op de deur ook, hè? Ja, dat wel. Misschien dat afschrikt. Ik hoop het. Althans op dit punt hoop ik dat. Want Ponius belt toch ook wel eens aan uit het niets? Of Boulevard? Dan staan ze toch voor de deur van, heeft u wel durven reageren? Nou, dat is wel eens gebeurd. Maar dat is toch, tegenwoordig bellen ze altijd op of ik dan bereid ben om een commentaar te spreken, vaak over totaal onbelangrijke dingen. Ze zeggen nou liever niet. Maar Ponius is er toch ook een keer geweest. Toen moest jij voor je auto naar de garage toe. En toen stonden zij voor de deur om te vragen wat jij vond van dat de mens negatiever is geworden of zoiets. Of ja, ze zijn nog wel eens een keer binnen geweest. Maar ik begreep helemaal niet. Pas toen zag ik op dat kapje van de microfoon. Stond Ponius, dacht Jezus, dat is nou begrijp ik. Het was ook die jonge Roos die dat deed. Ja, Jan Roos, ja. Ja. En toen kwamen iets vragen over een of ander onderwerp, een flauwekul onderwerp ongetwijfeld. En toen heb ik nog een hele riedel gehouden dat ik vond dat het zulke onvolwassen kinderlijke televisie was wat ze maakten. En dat hebben ze uitgezonden. Ook op zichzelf alweer. Vond dat wel weer aardig natuurlijk. Wat een waardeloze rommel. Dat geldt voor al die nieuwe zenders. Noem me nou bij die nieuwe zenders er één waarvan je denkt, nou, dat levert toch een element op wat we niet kenden. Ja, Omroep Max doet het is heel succesvol. Ja, Max. Dat is inderdaad een prima voorbeeld, maar die maakt serieuze televisie. En bovendien, Max is er toch al 20 jaar of meer? Ja, weet ik niet. Maar ik geef toe, ja, dat is een nieuwkomer die het geweldig gedaan heeft. Waarom? Dat ze goed programmeren. Ze het snel begrepen hebben dat je redelijke waar moet leveren. Ja, en ze hebben het voordeel natuurlijk dat het publiek vergrijst. Omdat Ponius is kinderachtig. Dan heb je natuurlijk ongehoord Nederland. Ja, dat willen ze dan nu eruit gooien. Daar ben ik, we hebben het al over gehad. Daar ben ik geen voorstander van, eerlijk gezegd. Laten ze vooral zichzelf belachelijk maken. Daar zijn ze meesters in, dus dat is geen probleem. En wat hebben we natuurlijk nog wakker Nederland, WNL. WNL, ja. Die zijn ook wel serieus, toch? Nou, ja. Met Rick Niemann op zondag. Maar goed, ja. Hadden we daar nou een grote behoefte aan? Is het dat je zegt van, goh, wat goed dat wakker Nederland er is. Sterker nog, het is toch onderzocht door mensen die hadden uitgevonden dat wakker Nederland precies dezelfde mensen uitnodigde voor de talkshows als alle andere talkshows. Het heeft een wat rechtse karakter, hè? Wat? Want volgens mij, Jort Kelder, als die bij Opeen zit, dan is dat ook onder de vlag van WNL. En zit daar opeens die hoofdredacteur van Elsevier. Dus ze proberen wat rechtsere mensen aan tafel te krijgen. Is dat nog steeds die Arendo jouw stem? Ja, dat is een van de langzittende hoofdredacteuren van Nederland, volgens mij. Ja, dat leek me wel een verstandige jongen, eerlijk gezegd. Ja. Nou, jongen, zal wel dik in de 60 zijn of zo. Maar tegenwoordig kan ik bij vrijwel iedereen zeggen dat het een jongen is. Nee, maar goed, je bent toch met me eens dat het niet een wezenlijke, essentiële bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse bestel. Dat is echt pluriform genoeg, naar mijn gevoel. Het is meer het strelen van de ego's dat rechts kan zeggen, hé, we hebben ook wat. Ja. Maar de Tros was natuurlijk ook rechts, toch? Maar dat is nu natuurlijk samengaan nu met de AVRO. Ja, de Tros is helemaal vertrost. Dat zei ze toch altijd, dat de Tros had geleid tot vertrossing, maar het gevolg is dat ze zelf ook helemaal vertrost zijn. Ja, nee, en ook zelfs, of is dat nou ook vertekend door de geschiedenis of door mijn
Doordat ik ook natuurlijk al zo lang daarnaar kijk, of helemaal niet kijk. Weet je, dat vroeger toch de VPRO iets bijzonders was. Ja. Een uitzonderlijke omroep. En dat je daar ook voor thuis bleef op zondagavond. En dat dat ze ook een heel nieuwe manier van documentaire maken hadden. Nog even afgezien van Wim en Kees. Dat je denkt, ja, dat was toch wel superieure televisie eigenlijk. Maar dat hebben ze toch helemaal niet meer. Dat je denkt van ja, je moet echt... Ja, je zou me dood kunnen slaan, had ik nog niet geweten wat de VPRO, afgezien van zomergasten had ik niet Lubach. Weten. Lubach is van de VPRO. Oh ja? Ja. Oh, nou, dat vind ik wel weer verdienstelijk. En ze hebben nu zo'n nieuw programma met Nadia, zo'n praatprogramma. Wat doet me een beetje denken aan wat Catharine Keil altijd deed met de 5-uur-show. Oh. Daar ja, hebben ze nu om 7 uur. En dan zitten ze in een studio. En ja, dat wordt alsmaar aangekondigd, maar dat heb ik nooit naar gekeken. Ze hadden van de week een onderwerp mensen die dan meerdere relaties hebben. Dus dat zijn dan... Polyamorie heet dat. Ja, precies. En dan hadden ze dus allemaal mensen die dus op 3 mensen tegelijkertijd verliefd zijn. En ook met 3 mensen in een relatie zitten tegelijkertijd. Oh. Ja, het lijkt me vrij vermoeiend, maar goed. Ja, maar ze hadden... Niemand zal het verbieden, toch? Nee, maar dat is wel een wat progressiever geluid wat dan... Oké, nou dat, ja... Nee, nu weet ik dan dus ineens... Weet ik ineens 3 VPRO-programma's. Zomergasten, dat wist ik wel. Dan gaat Theo van ik wist helemaal niet dat Lubach ook van de VPRO was. Want ik zeg, Theo Maassen gaat zomergasten doen. Ja, dat heb ik gezien, ja. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Nou, god, hoeveel mensen hebben al niet zomergasten gedaan? Heel veel. Heel veel. En zomergasten is heel sterk afhankelijk van de zomergasten. Ja, dat klopt. Qua kijkcijfers is dat echt, dat kan verviervoudigen met een populaire gast. En dat kunnen er ook 300.000 zijn. Ja, dat is de bekende aantallen televisiekijkers die ingeslapen zijn en daardoor vergeten het maar uit te zetten of over te schakelen. Dat varieert heel sterk, ja, bij mijn weten. De laatste die ik helemaal heb gezien was met Van der Laan, de burgemeester. Toen die was al bekend dat hij ziek was. Dat hebben we ook de meest succesvolle die ze ooit hebben gemaakt. Want Albring heeft daarvoor een prijsje gekregen. En ja, dat was Emo-TV. Hè? Ja, huilen. Oh, daar was als er iets scoort, dan is het toch wel Emo-TV. In Amsterdam hadden ze grote schermen waar alle stadsbewoners op zaten te kijken. Ja. Ik vond het, maar goed, laat ik het niet zeggen. Ik had het niet gedaan als ik hem was, maar goed, dat is nou weer wat anders. Ja, dat is ook VPRO. Laat hem volkomen vrij om te doen. Ja. En te laten wat hij wil. Want zijn vrouw is nu ook journaliste bij Radio 1, toch? Zeker, die heeft mij uitgebreid geïnterviewd in zo'n... In de nacht, ja. Ja, in de nacht, precies. Ja. Daar was ook een naam voor, maar dat ben ik vergeten. Vonden ze het heel leuk, deed. Ik was er zeer tevreden mee. Nou, mooi. Mooi. Nou, dan hebben we heel veel besproken weer. Hoe laat is het? Het is denk ik een... Ik gok 3:30, gok ik. Even kijken, het is zelfs later. Het is 3:45 al. 3:45. Kijk. Wil je nog een podcast luisteren? Dan raden wij van harte aan de aflevering over de woedeuitbarstingen van minister Dennis Wiersma en de slachtoffers die hij heeft gemaakt op de verschillende ministeries. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes. Het idee dat heel Utrecht-Oost ook graag mee wil genieten. Nee, liever niet. Het is toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best beluisteren. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend-Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium Generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.